Ik had een verzoekje voor de familie Koorman. Maar door ziekte zijn die er niet. Dus ik denk dat ik hem gewoon voor jullie allemaal ga doen. Maar eigenlijk ook hoe Elvis, ja, net als hij eigenlijk, ieder deel zijn leven in, zo schrijft zij dat wil. Van leven heb je geen, nee, dat heb je niet. Je neemt het zoals het is. En je krijgt het zoals het is. Ja. En soms zijn er geen leuke dingen. Nee. Maar die tussenpose, ja, van dat het wel leuk is, dat moet je dan pakken. Ja. En heel veel mensen vergeten dat. Die kijken alleen maar weer van meer, meer, meer. Ja. En ik heb het zelf meegemaakt. Ik was zelf niet... Ja, vroeger was ik, ja, geen makkelijk mannetje. Daar ben ik ook wel heel eerlijk in. En ik kan mezelf in de spiegel gerust aankijken. Ik heb best dingen gedaan en ik denk van, nou, dat hadden we beter niet kunnen doen. Ik heb ook, maar de moeilijkste periode heb ik gehad toen mijn vrouw, die daar bovenin staat, toen die ziek werd. En echt ziek werd. Toen dacht ik, waar gaat het eigenlijk om in het leven? Het gaat niet om gouden platen in de wand. Het gaat niet om volle zaal. Het gaat maar om één ding. Het gaat om één ding. Je dierbare liefhouden. Ja. En zolang dat kan, koester dat. Ja. Dat wou ik even kwijt. I need you.